Een delegatie van de Port of Antwerpen International is op werkbezoek in Suriname bij de NV Havenbeheer Suriname. De twee organisaties hebben een strategisch partnerschap over de verdere havenontwikkeling van Suriname. De twee havens hebben op 17 september 2021 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Volgens Andreas Talea, directeur van NV Havenbeheer Suriname, worden er naar andere mogelijkheden gekeken om de faciliteiten op de haven te vergroten. In die stappen die we moeten maken, is het dus goed geweest om dan de haven van Antwerpen erbij te betrekken. Voor ons is dit moment heel belangrijk. We kijken naar de functies van de haven zoals dat statutair is vastgelegd voor ons. We kijken naar de internationale ontwikkelingen op havengebied. We kijken naar de kansen die zich nu voordoen op het gebied van haven, op het gebied van haven en havenontwikkeling. We kijken naar de mogelijkheden, zoals we ze noemen, kansen, met betrekking tot internationale handel. Volgens Christophe Waterschoot, directeur van Port of Antwerpen International, verloopt de samenwerking en de voorbereiding van het nieuwe project tussen Suriname en Antwerpen goed. Mislukken is geen optie. Als wij ons engageren met een goede partner als havenbeheer en als Suriname, dan is het omdat we in Suriname geloven. En omdat we geloven dat we hier samen het verschil kunnen maken. Mochten we dat niet doen, zou ik hier niet zijn. En dat zit in de eerste plaats. Er is al veel gesproken over olie en gas. Komt er heel wat af op de handelshub Suriname ontwikkelen, maar ook op het betere gebruik van bestaande infrastructuur. En we zijn echt heel concreet, we zijn geen plannen aan het maken. We zijn heel concreet met een tiental economische dossiers bezig om ook al op korte termijn resultaat te halen. Het is die dubbele boodschap. Wij willen aan de ene kant een lange termijn strategie samen met havenbeheer maken, maar we willen aan de andere kant ook wel op korte termijn resultaten tonen in een aantal heel concrete dossiers. Dat is erg belangrijk. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme sprak over de ondersteuning van de Antwerpse haven naar een Surinaamse counterpart. Je gaat als haven je nu op een heel andere manier los van de klassieke manier van lossen en laden van schepen. Ga je op zeg maar een veel bredere basis moeten leggen voor de toekomst. Dus dat is de fase en na maart komt de fase van implementatie. Maar dat heeft puur met havenbeheer te maken, de organisatie op zich, om dit bedrijf klaar te stomen voor de toekomstige ontwikkelingen. Dat ze die armslag hebben, dat ze die kenniskunde in huis hebben om daarop te kunnen inspelen. Want dat biedt mogelijkheden voor met name werkgelegenheid. De delegatie van de haven van Antwerpen was voor een week in Suriname.